Dames en heren, ik open deze vergadering. En het is wel een hele aparte vergadering. Want u gaat straks over mijn opvolger spreken, mijn opvolgster. Hoe dan ook, in ieder geval de nieuwe burgemeester. En u gaat het met elkaar hebben over hoe u graag ziet dat deze meneer of mevrouw in elkaar zit. En wat hij de gemeente Dalfsen te bieden heeft. En zoals ik al zei, dat is heel bijzonder. Ik heb het functieprofiel gelezen. En ik dacht echt bij mezelf, dat is een fantastische baan. Dus misschien heb ik ergens een denkfout gemaakt. Hoe het ook zij. Ik open de vergadering. De heer Veldman van de ChristenUnie komt iets later. En we hebben één aanmelding, dan ben ik bij agenda punt 2. Dan heb ik één aanmelding en dat is de heer Koelewijn over het onderwerp ondersteuning vanuit de WMO. Meneer Koelewijn, ik geef u het woord. U bent door de griffier ingelicht over hoe het werkt. U heeft 5 minuten en daarna kan de raad aanvullende vragen stellen. Ik geef u het woord, meneer Koelewijn. Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Theo Koelewijn. Ik woon al 14 jaar in Dalfsen en ik heb 35 jaar in de gezondheidszorg gewerkt. Mijn opa was de beste vriend van de burgemeester. En mijn oom die was gemeentesecretaris in de plaats waar ik vandaan kom. Ik heb al begrepen dat de meesten van jullie wel weten dat ik ooit de Bunschoten-Spakenburg kom. Maar omdat ik maar 5 minuten heb, heb ik gemeend, omdat ik altijd vrij veel te vertellen heb, heb ik een brief geschreven en die krijgen jullie zo meteen van de griffier. En ik heb een aantal punten ten aanzien van de WMO. Want ik vind op het ogenblik dat de WMO helemaal niet goed functioneert. En dat ik zelf absoluut onvoldoende zorg krijg. En dat vind ik heel vervelend. Politiek ben ik ook absoluut niet georiënteerd geweest. Ik ben altijd heel trouw geweest naar overheden toe. Ik heb 5 hbo-opleidingen in mijn zak. Waarvan het laatste en het leukste was dat we een studiereisje naar Genève maakten en dat we daar de World Health Organization hebben bezocht en daar de nodige lezingen gekregen hebben. Ik heb meneer Uitslag beslist niet lastig willen vallen, want dat is niet mijn stijl. Ik heb me wel afgevraagd wat de gemeente verstaat onder zorgplicht. Ik heb op het ogenblik zorg, huishoudelijke hulp van Carinova en daar krijg ik de ene en na de andere aan de deur. Maar ik snap echt niet dat bedrijf daar nog bestaat. Carinova wil alsmaar groter. We zijn begonnen met 26,50 te betalen per maand. Toen 42, toen 62, toen 78. En ten laatste toen hij een gesprek had gehad met onze vorige wethouder, de heer Van Martels, werd het €89. En nu begint het CAK ook weer knap lastig te doen. Die sturen elke maand rekeningen van €161. En als ik een bijzonder groot kapitaal had, dan was dat voor mij geen enkel punt. Maar er nu niks zelf in. Ik heb destijds bij de cliëntenraad van Carinova mij aangegeven. En zo heb ik daar aan de directeur gevraagd van, joh, in hoeverre staat de patiënt centraal ten opzichte van de organisatie? Nou, ik ging direct in de verdediging, verdedigers in Carinova. Maar ik werd niet aangenomen, want ik had te veel kritiek. Ik heb veel hulpen gehad, hele goede en hele slechte. En als je dan een instelling ziet die de landelijke tv had, dan moet er toch wat aan de hand zijn. Ik heb vorige week een hulp van mij op staande voet ontslagen. Die ging zich met dingen bemoeien waar ze zich helemaal niet mee moest bemoeien. En dat merk ik ook een beetje aan de gemeente. Dat ze te weinig uitgaan van de mensen, maar van het systeem. En daar heb ik daar in het verleden nog een handtekening onder gezet. Of wil de gemeente mij nu in de drama-driehoek drukken? Of gaat het bij de gemeente alleen maar om geld? Ik wou u even een paar boekjes laten zien.
Als het om het verschijnsel zorg gaat, het verschijnsel zorg van professor Attinga Verschuren. Die goede man heb ik één keer ontmoet, was een zeer bemiddelijke man. En ik gebruikte altijd zijn boeken in mijn lessen die ik dus heb gegeven. En ik ben ook nog steeds zelf aan het studeren en dat bevalt mij prima. Alleen mijn lijf laat het gewoon afweten en dat vind ik heel vervelend. Het mooiste boek wat ik nog aan het bestuderen ben is Verdraaide Organisaties. Kent u het? Dat is echt een geweldige bestseller. En ik ben het daar roer mee eens. En wat ik me ook aanvroeg, dat is, ik heb aan iemand van de gemeente, van de WMO, en aan die Macaninova dit boekje gegeven. Dat heb ik van de NPCF. Maar de NPCF is ook wat veranderd. En toen dacht ik, jongens, gaat het nou bij de gemeente om de WMO met huishoudelijke alleen maar om een schoon huis? Of is er meer aan de hand als de gemeente zorgplicht heeft? Er zijn maar enkele mensen die wat van de zorg aan weten. Ik heb destijds met de burgemeester een gesprek gehad en ik had nog graag met dat stuk over dat stuk met u willen praten, dus vandaar. En nu hou ik op en dan krijgt u alles op papier. Meneer Koelewijn, dank u wel. Fijn dat u een brief heeft gestuurd. En de griffier zal die, denk ik, die is er al, die is al rondgestuurd. Oké, prima. Dus dan kan iedereen die ook gewoon rustig nalezen in zijn eigen tijd. Ik kijk even naar de raad. Zijn er mensen die de heer Koelewijn nog een vraag willen stellen? Mevrouw Kappert, gemeentebelang. Ja, dank u wel voor uw komst, meneer Koelewijn. Het is al een heel tocht zijn geweest, dus waardering daarvoor. Ik ben benieuwd, wat u zegt, gaat het de gemeente nou om de mens of om de centen? Ja. Wat is het wat u graag wil op dit moment? Wat is uw vraag? Daar ben ik benieuwd naar. Nou, ik heb gewoon niet genoeg huishoudelijke hulp. Dus ik hoor u zeggen, ik wil een gesprek om te kijken of het anders kan. Ja. Want ik vind het erg dat ik mijn advocaat alleen heb moeten schakelen, maar ze raam over in dat stuk. Oké, helder. Andere? Meneer Schrijver, D66. Ja, u gaf ook in uw verklaring aan dat u het gevoel heeft dat het bij de gemeente alleen om geld gaat. Maar mijn vraag aan u zou dan zijn, wat zou de gemeente anders moeten doen? Want kennelijk krijgt u niet genoeg, maar moet de gemeente ook iets anders doen? Nou, voor in het stuk staan er zonder andere dat de gemeente in 1917 1,2 miljoen heeft gekregen. En ik ben benieuwd wat het dit jaar was. En hoe gaan we daarmee om? Oké, dank u. Anderen nog? Mevrouw Heijlert. Ja, even, meneer Koelewijn, nog even een vraag. Welke vorm van huishoudelijke hulp krijgt u? Is dat de maatwerkvoorziening of de algemene voorziening? En heeft u ook een zogenaamd keukentafelgesprek gehad? Ja, maar dan moeten we 4 maanden nog wachten. Antwoord luidt ja, maar daar heeft meneer Koelewijn erg lang op moeten wachten. 4 maanden om precies te zijn. Ik kijk even rond. We zijn hier met de vragen gesteld. Meneer Veldhuis, VVD. Meneer Koelewijn, dank voor uw inbreng. Ik heb nog even een vraag over, staat u alleen hierin? Of zijn er meer mensen die hier hetzelfde in merken? Ik spreek hier over niet namens 320 mensen, maar wel voor 320 mensen. Ik heb wat contacten hier in Dalfsen en dat heb ik hier ook ingeschreven. Dat iemand die smetvrees heeft, de hele dag loopt poetsen en dan nog 5 uur huishoudelijke hulp krijgt. Dan denk ik, jongens, ja, die vrouw die moet behandeld worden.
Volgens mij is het signaal helder, maar mevrouw Lasje wilde ook nog een vraag stellen van de ChristenUnie. Je kan het kort, mevrouw Lasje. Ja hoor, dat kan kort. Dank u wel. Bent u op de hoogte dat we een ombudscommissie sociaal domein hebben hier in Dalfsen, waar u naartoe kunt als er dingen zijn waarvan u... Hoe zegt u dat? De ombudscommissie sociaal domein. Een commissie die ingesteld is om mensen te helpen als ze het idee hebben dat ze een beetje tussen wal en schip komen of omdat ze er niet uitkomen met de gemeente. En die commissie kunt u benaderen. Is er van de gemeente, de ombudscommissie? Het is een onafhankelijke commissie. En u kunt het adres kunt u vinden op de site van de gemeente. Of u kunt even de gemeente bellen, dan kunnen ze u wel doorverwijzen. Want misschien is het goed om dan daar, zeg maar, uw zaak, ook daar, uw klacht daar aan de orde te stellen. Ik heb voor zover ik weet met de ombudscommissie en met nog meer commissies allemaal al contacten gehad. En met de ombudscommissie, dat is waarschijnlijk al meer dan 1,5 jaar geleden. Oké, dus daar bent u van op de hoogte dat die bestaat. Meneer Koelewijn, dank u wel. De brief is rondgestuurd. En de fracties kunnen die, de fractieleden, de raadsleden kunnen die lezen. En ik dank u zeer voor uw inbreng. En dan ga ik naar agenda punt 3, de vragenronde. Maar eerst stel ik vast dat de heer Veldman de vergadering heeft. Tot de vergadering is toegetreden. Welkom, meneer Veldman. Dan ga ik naar de vragenronde. Kom ik bij de schriftelijke vragenronde. CDA heeft vorige week schriftelijke vragen gesteld over de eikenprocessie RUPS. En die vragen zijn beantwoord, zijn op de rest geplaatst. En dan nu nog de gelegenheid om daar eventueel aanvullende vragen over te stellen. Is daar behoefte naar? Nee, die behoefte is er niet. Dan heb ik dat gehad. De VVD heeft wel behoefte voor aanvullende vragen. De PvdA ook. Wie nog meer? Dan kan ik dat nu gelijk even verzamelen. Ik kijk even naar het klokje. Verder niet? Oké, meneer Veldhuis. Ja, dank u voorzitter. Even naar aanleiding van de vragen van het CDA. Kwamen wij op 15 juni kwam het kenniscentrum van de eikenprocessierups van de Universiteit van Wageningen met het advies aan de gemeente die onvoldoende capaciteit hebben voor de bestrijding van de eikenprocessierups om de hulp van de brandweer in te schakelen. En een ander iets wat ze erbij vertelde, ze gaven ook aan dat onverminderde nesten het jaar erop, dat leidt tot een vervijfvoudiging van het aantal rupsen. En de vragen die wij daarbij hebben is, hebben wij sowieso in Dalfsen voldoende capaciteit om die eikenprocessierups aan te pakken? En als dat niet zo is, zou de gemeente Dalfsen gebruik kunnen maken van de brandweer daarin? En de derde vraag die we hebben is van met de wetenschap dat niet aanpakken van de nest leidt tot een vervijfvoudiging van het aantal rupsen. Gaan we dan redden met de huidige aanpak? Dank u wel. Drietal vragen. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Er zat een heel interessant element in de vraag van het CDA en dat ging over biologische bestrijding. En daar wil ik graag weer aansluiten, want interessant is om te weten dat de grootste vijand van de eikenprocessierups is de gaasvlieg. En de gaasvlieg die leeft vooral in kruidenrijke graslanden. En nou zijn we in de gemeente bezig met ons wegbermenbeleid, of in ieder geval daar hebben we in ieder geval vanuit de raad een keer een motie over ingediend, om dat vooral te stimuleren. In hoeverre ziet de wethouder kans om dat soort typen, dus het beheer aan te passen, zodat dat eventueel in het verlengde zeg maar de groei van die nesten tegen kan gaan? Want dat ligt een relatie wat ons betreft. Dank u wel, voorzitter. Bij welke wethouder begin ik? Ik begin bij wethouder Van Leeuwen. Ja, om even op dat laatste in te gaan, dat is ook beantwoord in de vragen zoals gesteld door het CDA. Het is niet alleen de gaasvlieg, maar ook het tweestippelig lieve heersbeestje. De gemeente heeft al heel lang een beleid op het gebied van onderhoud van bermen en bermbeheer. Dat is niet iets nieuws. De motie ging over extra bloemen voor bijen, wilde bijen en hommels. Dus dat is even iets anders, meneer Broeren. Wij houden de bestrijdingsmethode nauwlettend in de gaten. Maar aangezien op dit moment de biologische methode slechts 60% resultaat hebben, vinden wij dat nog niet voldoende. Want dat blijft 40% en dan krijg je de gevolgen zoals door de heer Veldhuis al eerder besproken. In Veldhuis vraagt, is er voldoende capaciteit? Ja, op dit moment is er voldoende capaciteit. We hebben een bedrijf dat we inhuren en die zijn daar druk mee bezig.
De brandweer inzetten, daar aarzel ik even een beetje over. Want ten eerste gaat daar de burgemeester in principe over. Bovendien ga je die mensen zonder speciale kleding blootstellen aan de brandharen. Ik weet brandweer, brandhaar, het lijkt op elkaar. Maar uit eigen ervaring kan ik u vertellen dat je 6 weken je doodongelukkig voelt. Als je ermee in contact komt. Dus om daar nou brandweerlieden aan bloot te stellen is niet iets waar ik direct aan zit te denken. Nogmaals, we houden het zeer nauwlettend in de gaten. Ook nieuwe ontwikkelingen op dit gebied, want er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen gaande. Ook verbeteringen op het gebied van de biologische bestrijding. En hopelijk komt er op een gegeven moment een afdoende oplossing. De beste oplossing. En nu ga ik iets zeggen waar straks iedereen weer overheen gaat vallen. Zou zijn het opruimen van de waardplanten. Maar ja, dan hebben we geen eikenbomen meer staan. Dus dat is ook niet alles. Het allerbeste is een diversiteit, de biodiversiteit vergroten. En dat is waar ik mij de komende jaren voor in wil zetten. Dank u wel. Ik verzoek u echt om naar de klok te kijken. De commissaris is juist net aangekomen. Ik zou hem graag om 19:00 in deze zaal willen ontvangen. Dus laten we ons proberen in te houden. Dat is 1 punt. En het 2e punt is, brandweermannen zitten op ladders. Maar ik vind het gewoon absoluut niet goed. Ik vind het zelfs een bizar idee om ze hiervoor in te zetten. Dat zijn onze vrijwilligers. En die zijn echt niet opgeleid of getraind om dit soort werk te doen. Dus dat het is een interessant idee, maar ook niet meer dan dat. En overigens is daar ook al landelijk op gereageerd op die manier volgens mij, dus ik zeg het niet als eerste. Dan heb ik de mondelinge vragenronde, agenda punt 3. Meneer Broer, er is voor u een vraag binnengekomen met betrekking tot... neem me niet kwalijk. Oh ja, neem me niet kwalijk, mevrouw Ramerman. Ik wil in ieder geval D66 en PvdA bedanken voor de aanvullende vragen. En ik wil de wethouder nog even meegeven. Ik hoor ook iets van vleermuizenkastjes op te hangen. Het schijnt ook goed te zijn. Dus misschien kunnen we een combinatie van alles zoeken. Prima. Mag ik dan naar agenda punt 3? Oké, dan ga ik daar naartoe. Vraag binnengekomen van de heer Broeren over vooraan vroegschoolse educatie in Leemelveld. Meneer Broeren, mag ik u het woord geven? Ja, dank u wel, voorzitter. Even voor de helderheid, mevrouw Eilert is eigenlijk woordvoerder op dit onderwerp, maar die heeft enige betrokkenheid gehad in het verleden, dus het leek ons zuiver dat ik de vraag zou stellen. De fractie van de Partij van de Arbeid is bezorgd over het voortbestaan van het voorschoolse educatie. Hè, zeg ik goed? Ja, het is niet mijn portefeuille, hè, dan krijg je dat. In het cultuurhuis in Leemelenveld. We verwijzen hierbij tevens naar de ingekomen brief van het cultuurhuis, de mozaïek. En daarom hebben wij 3 vragen aan het college. 1. Klopt het dat de harmonisatie van de kinderopvangregeling per 1 januari, de subsidieregeling voor het VVE-aanbod en het peuterspeelzaalwerk is vervallen? 2. Klopt het dat als gevolg hiervan en door toenemende concurrentie in het dorp het voortbestaan van deze algemeen toegankelijke voorziening gevaar loopt? En 3. Wat gaat de wethouder ondernemen? En graag horen wij een reactie van het college. Dank u wel, voorzitter. Wethouder Uitslag. Dank u wel, voorzitter. Even, ik probeer het kort te houden omwille van de commissaris. De subsidieregeling over de huisvesting is komen te vervallen. Ik wil niet zeggen dat er geen subsidie voor huisvesting is. Een subtiel verschil, maar wel relevant. Ook de betreffende voorschool maakt daar gebruik van. De huisvestingssubsidie is komen te vervallen als gevolg van de harmonisatie. Hè, want de peuterspeelzaal is dan een kinderopvang geworden. En anders moet je voor alle kinderopvangen... Ja, subsidie aanbieden voor huisvesting, dat was te veel van het goede. We hebben wel gezegd, we willen dat ze krijgen een vergoeding voor de geïndiceerde plekken, hè, de VVE-plekken die er zijn. En daar zit huisvestingscomponent bij in. Voor iedereen, gelijke monniken, gelijke kappen. De grap is dat we bij de harmonisatie, hè, ook in deze raad besloten hebben, om juist alle kinderopvangen VVE-plekken te kunnen laten aanbieden. Waardoor het kwaliteitsniveau van alle kinderopvang en plekken omhoog gegaan is. En hogere taalnormen voor de Leidsters bijvoorbeeld hebben ingevoerd. Dus daarmee zijn niet alleen de kinderen die naar de VVE gaan beter geworden, maar ook alle andere kinderen hebben daar profijt van. Dan hou ik het even bij dat voor vraag 1. Vraag 2.
klopt het als gevolg van de toenemende concurrentie het voorbestaan van de algemene toegankelijke voorziening gevaar loopt. En daar waren we een beetje het spoor bij, want algemene toegankelijke voorziening lijkt te duiden op het cultuurhuis. Nou, in dat geval, nee, daar zijn we niet bang voor. Tenzij het wegvallen van één partner het hele cultuurhuis bestek onderuit haalt. Het zou kunnen. Nou, daarvoor hebben we 2 jaar geleden het cultuurhuisbestuur heel op gewezen. En ook tussen, daarna ook herhaaldelijk van let op, dit is wel een element wat ook wel risico met zich meebrengt. Dus wees u zich daarvan bewust. Nou, op dit moment zijn er dus nog geen oplossingen voor. Maar dat laat ik ook graag even bij het bestuur van het cultuurhuis. Want anders gaan wij die verantwoordelijkheid van de exploitatie van cultuurhuis overnemen. Dat vind ik niet zoals wij met onze cultuurhuis omgaan. Om willen gaan ook. Mocht uw vraag duiden op de voorschoolse voorziening. Ik zei u al, om daar gebruik van te kunnen maken van gesubsidieerde plekken, dan moet het kind daarvoor geïnitieerd zijn. En daarmee is het ook geen algemene voorziening. Maar wat ik ook net probeer duidelijk te maken, doordat we veel meer plekken hebben waar die VVE-plaatsen zijn, hebben we ons juist minder kwetsbaar gemaakt. En veel steviger, want we hebben meerdere partijen die dat kunnen aanbieden. En dus minder afhankelijk geworden van het omvallen van één partij en dat we dan geen VVE-plekken meer hebben. Dus ik durf te veronderstellen en de stelling aan dat het in Dalfsen en ook in Limmenveld dus beter geworden is voor de doelgroep. En de derde vraag, wat gaat de wethouder ondernemen? Op dit onderdeel niet zoveel. Voor wat betreft de gesprekken met cultuurhuis over exploitatie en over governance, waar we ook over regelmatig met elkaar over gesproken hebben, daar ga ik natuurlijk met regelmaat het gesprek aan met de cultuurhuis. Maar wel ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Dank u wel. Dank u wel, meneer Uitslag. Meneer Broer, nog aanvullende vragen? Die heeft u niet, andere mogelijke wijze. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Ja, want wij hadden dit beoogd om bij de ingekomen stukken een vraag over te stellen. Dus ik doe het maar nu aanvullend, omdat de voorzet al gegeven is. En hij ligt in het verlengde. Maar misschien kan de wethouder nog iets meer aangeven over waar de invloed van de gemeente ligt in deze aangelegenheden. Als het gaat om de VVE-voorzieningen. Wethouder, waar gaat u eigenlijk over als het gaat om VVE-voorzieningen? Ja, we zien er op toe hè, via de GGD. We worden ook controles op gedaan, steekproeven. We hebben in deze raad, of in de vorige raad, beleid vastgesteld hoe we omgaan met de VVE. Dat is voor ons belangrijk. Hè. We hebben die plek gesubsidieerd. We hebben daarnaast ook eenmalig alle aanbieders in staat gesteld om de leiding de toets te doen, zodat ze op taalniveau, dan ga ik weer technisch worden, 1F voldoen. Hè? Zodat ze daarmee ook de juiste taal kunnen aanbieden aan de kinderen. En dat doen ze dan niet alleen voor de kinderen die op de VVE-plek zitten, maar voor alle kinderen die er zijn. Hè? Want dat helpt nu een keer. Dus daarmee hebben we de hele kinderopvang een kwaliteitsimpuls gegeven. Maar voor de kwaliteit van die VVE-plekken, daar zien we op toe. Dus nu is het gewoon toezicht op de kwaliteit. Anderen nog? Nee? Oké, dan heb ik hiermee de mondelinge vragenronde ook gehad. Dan ga ik naar agenda punt 4, vaststelling van de agenda. Waarbij het verzoek is dat mochten er eventuele moties vreemd in orde komen, dat we die dan komende donderdag bespreken. Dat slaan we vandaag over. En u weet, vandaag schorsen we gewoon aan het eind van de vergadering. En dan gaan we donderdag weer verder. Dus tot zover de agenda. Is deze agenda akkoord? Ja? Dan is die vastgesteld. Ga ik naar de akkoordstukken. Eerste bestuursrapportage. In de raadscommissie zijn nog enkele vragen blijven liggen. En volgens mij staat de schriftelijke beantwoording bij de stukken nu op het rest. En ik dacht dat er een akkoordstuk bleef. Bent u dat met me eens? Ja? En dan ga ik mijn stemming brengen. De voorstel is om de eerste bestuursrapportage vast te stellen. 2. Het incidentele nadeel van de eerste bestuursrapportage 2018 vast te stellen op €1.138.000 en dit te laste te brengen van het resultaat. En 3. De begroting 2018 te wijzigen. De vaststelling van de 12e begrotingswijziging conform de tabel op bladzijde 35-36 van het boekwerkbestand eerste bestuursrapportage 2018. Wie van u is daarmee akkoord? Bent u allemaal? Dan is dat met algemene stemmen aangenomen. Dan ga ik naar agenda punt 6. Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen. Alle fracties waren akkoord, alleen de ChristenUnie hield het oordeel nog in beraad. Ze komen met een stemverklaring, vergezeld met een grafiek, een plaatje. Ik geef het woord aan
Meneer Veldman. Ja, dank u wel, voorzitter. Als het goed is, kan er elk moment een grafiekje op het scherm komen. En daar wil ik graag, dat is aanvullend op mijn stem, op onze stemverklaring. Want we hebben in beeld gebracht wat de voorgestelde dotatie doet in de komende jaren op lange termijn. En dan kunt u de rode lijn volgen. En dat is wat er gebeurt vanaf 2028. Dus dat maakt heel zichtbaar dat we dat de huidige dotatie nog tot 2028 genoeg is en dan lang niet meer. En dat het flink bijgesteld zou moeten worden. En het effect van het duurzaamheidsplan is ook nog niet meegenomen in deze cijfers. We zien dus dat dit structureel niet houdbaar is en roept het college ook op om tijdig met maatregelen te komen. En ik ben ook wel een beetje benieuwd wat dit betekent voor uw stem. Dat betekent dat we wel met dit huidige voorstel in gaan stemmen. Maar dat we wel van het college verwachten dat ze op, ook met het grafiek dat we hebben laten zien, dat het tijdig in wordt gegrepen en dat het naar boven wordt bijgesteld. Helder punt, dank u wel. Dan ga ik over naar stemming als dat mag. Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2019-2023. En het voorstel is om het beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2019-2023 met bijlagen vast te stellen. En ten tweede, in plaats van de huidige periode van 5 jaar, een periode van 10 jaar te hanteren voor de gemelde dotatie voor de voorziening groot onderhoud gebouwen. En ten derde, eenmalig een bedrag van €930.000 uit de reserve algemeen besteedbaar te doteren aan de voorziening groot onderhoud gebouwen. En tot slot, de dotatie te verhogen met €55.000 per jaar en deze wijzigingen mee te nemen in de perspectiefnota van 2019. En wie van u is daarmee akkoord? En bent u allemaal? En dan is dat met algemene stemmen besloten. Dan ga ik nu naar de kadernota armoede en schuldhulpverlening. En de Partij van de Arbeid had nog een stemverklaring. Wie van u mag ik het woord geven? Mevrouw Eilert. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een wat langere aanlooptijd nodig gehad om uiteindelijk tot deze stemverklaring te komen. Mijn fractie die hecht de waarde aan om voor alle duidelijkheid 3 kaders toe te voegen die voor ons van groot belang zijn. 1. Privacywetgeving respecteren we uiteraard, maar zorg dat alle inwoners met een hulpvraag worden geholpen. 2. Zet veel meer in op preventie. En 3. Toegang tot schuldhulpverlening moet laagdrempelig zijn en effectief. En met die toevoegingen kunnen wij met het voorstel akkoord gaan. Ik ga even formeel, ik probeer het zo goed mogelijk te doen, mevrouw Eilert. Die toevoegingen liggen natuurlijk niet in de besluitvorming, maar u geeft dat mee aan de wethouder. En dat gezegd hebbende, kunt u akkoord gaan. Vertaal ik het zo goed? Oké, want we hebben hier geen amendement of iets dergelijks voor liggen. Prima. Dan ga ik even rondkijken. Mag ik hem dan in stemming brengen? Agenda punt 7, kadernota armoede en schuldhulpverlening. Het voorstel is om de kadernota armoede en schuldhulpverlening vast te stellen. Wie van u gaat ermee akkoord? Dat doet u allemaal en dan is dat met algemene stemmen gebeurd. Dan ga ik naar agenda punt 8, consultatiebureaus Nieuw-Leuzen en Lemelerveld. Volgens de griffie waren hier geen opmerkingen, dus dat neem ik dan ook klakkeloos aan. Klopt dat? Mag ik hem dan gewoon in stemming brengen? Dan krijg ik agenda punt 8, consultatiebureaus Nieuw-Leuzen en Lemmerveld. Het voorstel is om de consultatiebureaus Nieuw-Leuzen en Lemmerveld in stand te houden. En 2, bij de behandeling van de perspectiefnota 2019-2022 de structurele middelen ad €75.000 beschikbaar te stellen. Wie van u gaat daarmee akkoord? Ja, dat doet u ook allemaal met algemene stemmen. Dat is ook gebeurd. Dan ga ik naar agenda punt 9. Evaluatie welzijnssubsidies. Ook hier geen opmerkingen bij mijn weten. Klopt dat? Dan ga ik onmiddellijk een stemming brengen. Dat komt bij agenda punt 9, evaluatie welzijnssubsidies. Het voorstel is om kennis te nemen van de evaluatie van de subsidieregeling en welzijnsbeleid. Ten tweede, de beleidsregel innovatieve preventieprojecten sociaal domein in te trekken. En 3, kennis te nemen van de beleidsregels innovatieve preventieprojecten sociaal domein 2018. En wie van u gaat daarmee akkoord? Dat doet u allemaal. Is dat met algemene stemmen gedaan? Dan gaan we naar agenda punt 10, leges zonneparken. De heer Klein-Koerkamp en de heren Klein-Koerkamp en Ellebroek hebben vanwege hun betrokkenheid bij het zonnepark in Lemmerveld niet deelgenomen aan de beraadslagingen. Maar zij stemmen wel mee. En dat is mede op advies van de griffier en mijzelf. Naar aanleiding van de suggesties uit de commissie
stelt het college voor om de betaling van het tweede deel van de leges te maximaliseren op 1 jaar na het verlenen van de omgevingsvergunning. En wijzigingen daartoe zijn doorgevoerd in het raadsvoorstel en in de verordening, dat is de groene assering. En er is een notitie met toelichting bij de stukken gevoegd. En we gaan er nog steeds van uit dat het een akkoordstuk is. Sterker nog, we gaan er vanuit dat het nu een akkoordstuk is, gezien de wijzigingen. Klopt dat? Nou, ik wil graag een stemverklaring afgeven. Ja, tuurlijk. Anderen nog? Behoefte aan een stemverklaring? Meneer Nijkamp, ik kijk nog even verder. Verder niet. Aan u het woord. Ja, voorzitter. Er wordt vanavond ingestemd door alle partijen, uitgezonderd het CDA, met een voorstel wat wij als raad eigenlijk niet willen. Want met dit raadsvoorstel worden er naar alle waarschijnlijkheid meer aanvragen voor zonneparken ingediend dan wenselijk. Wij hebben namelijk duidelijk onze voorkeur uitgesproken en vastgelegd in het raadsdocument en het coalitieakkoord. Eerst de daken en dan de velden. De CDA-fractie zou graag zien dat er juist meer actie zou komen van de wethouder op het stimuleren van zonnepanelen op de daken. Inwoners moeten gemotiveerd worden om met de asbestsanering aan de slag te gaan, zodat er op korte termijn voldoende asbestvrije dakoppervlak beschikbaar komt en dat de reeds gesaneerde daken spoedig worden voorzien van panelen. Want het saneren stagneert en het schiet niet erg op. Wanneer er stimulerende maatregelen worden uitgerold, zoals het reduceren van de stortkosten en van een asbestinventarisatierapport, dan geef je signalen af en dan mag je verwachten dat de sanering sneller gaat en dat er meer dakoppervlak beschikbaar komt. Met dit voorstel en het stimuleren van kleine initiatieven van kleine zonnevelden zouden wij een mooie slag kunnen slaan. Duurzaamheid in een groene gemeente. Dank u, voorzitter. Oké, meneer Nijkamp. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Ruitenberg. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. We hebben in de commissie met name op de legersverordening ingezoomd. 2 punten meegegeven. Het eerste punt over de inningsrisico's, dat is aangepast. Prima, dank daarvoor. Het tweede punt is de kostendekkendheid bij grote zonneparken. Daar is een vraag over gesteld, daar zou een antwoord op krijgen. Dat is nog niet gegeven. Maar we hebben inmiddels begrepen dat dat antwoord wel binnenkort een keer komt. En dat gaat dus over die grens van 100.000 euro voor legers. We verwachten dat antwoord nog wel, maar het weerhoudt ons op dit moment er niet van om vooralsnog daarmee in te stemmen. U herinnert hier de wethouder aan de toezegging die hij heeft gedaan met betrekking tot het geven. Dus we verwachten daar ook op enig moment, niet al te ver in de tijd, een antwoord op. Het is volkomen terecht dat u dat verwacht. En we zullen daarop toezien, denk ik, dat antwoord komt en schriftelijk en ook voor iedereen beschikbaar is. Dank u wel. Dan ga ik hem nu in stemming brengen. Agenda punt 10, Leges Zonnepark. Het voorstel is om de eerste wijziging Legesverordening 2018 vast te stellen en 2, kennis te nemen van een notitie vergunning procedure zonneparken. En wie van u is daarvoor? En wie van u zijn daar tegen? En dat betekent dat met uitzondering van het CDA de partijen hiervoor gestemd hebben en daarmee is het onderwerp aangenomen. Dan ga ik naar agenda punt 11, beeldkwaliteitsplan Westerbouwlanden. Volgens mij heb ik een stemverklaring te verwachten van zowel de fracties van de Partij van de Arbeid als VVD. Meneer Veldhuis, mag ik bij u beginnen? Ja hoor, wij gaan instemmen met het voorstel. Heel kort, verder geen... Top stemverklaring, zo heb ik ze graag. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vrees dat ik toch iets meer woorden nodig heb vandaag. Kort stemverklaring... We willen alsnog onze complimenten geven voor het voorliggende beeldkwaliteitsplan. Had ik graag in de commissie gedaan, maar ik doe het nu hier. Het is een mooi plan dat de zorg verdraagt dat er met kwaliteit gebouwd gaat worden in het gebied Westerbouwlanden Noord fase 2. De enige kanttekening die wij wilden maken is wat we ons wel moeten beseffen met zo'n beeldkwaliteitsplan, nogmaals uitstekend beeldkwaliteitsplan, is dat het wel wat weinig ruimte biedt aan echt experiment. Denk hierbij aan bijzondere woonvormen als tiny houses en er zijn allerlei andere zaken waar ik nu niet op doorga, maar er zijn allerlei mensen die net iets anders willen. En dat betekent dat we een groot deel van onze woningbouwlocaties op dit moment, ik zeg het maar even, traditioneel ontwikkelen. Zoals we dat al jaren doen. En daar zijn ook heel veel mensen heel gelukkig mee, dus dat moeten we vooral ook blijven doen. Alleen, naast dit soort plannen ziet onze fractie ook graag ruimte voor andere plannen. En wij hopen dat we met de komende woonvisie daar met elkaar als raad in brede zin over kunnen gaan praten. Om ook te kijken hoe we dat soort initiatieven een plek kunnen geven in onze gemeente. En dat gezegd hebben, dan zullen wij instemmen met dit beeldkwaliteitsplan. Dankjewel.
Dan kijk ik even rond, dan ga ik een stemming brengen. Agenda punt 11, beeldkwaliteitsplan Westerbouwlanden Noordfase 2. En het voorstel is het beeldkwaliteitsplan Westerbouwlanden Noordfase 2 vast te stellen. Gaat u daarmee akkoord? Dat doet u allemaal. Met algemene stemmen aangenomen. En dan schors ik de vergadering voor een enkele minuut. Ik verzoek u gewoon om in de zaal te blijven, niet weglopen. En dan ga ik even de commissaris ontvangen. Ik schors de vergadering. Dames en heren, ik heropen de vergadering. En heet de commissaris van de Koning en de heer Staal en de kabinetschef, de heer Smit, van harte welkom in ons midden. Ik heb bij aanvang van de vergadering gezegd dat ik het wel een bijzondere avond vind eigenlijk. Nog los van het feit dat wat er vanavond gaat gebeuren inhoudelijk buitengewoon belangrijk is, kunt u zich voorstellen dat mijn rol en positie in deze een beetje dubbel is. Ik zal proberen om zo goed mogelijk de discussie samen te vatten en dat zo waardevrij mogelijk te doen. Mocht ik daar niet in slagen, meneer de commissaris, dan weet u mij ongetwijfeld te corrigeren. Dan begrijp ik dat het ook tijd is. Ja. Ja, dat had u nou weer niet hoeven te zeggen. We gaan gewoon beginnen. De procedure is dat ik eerst aan de heer Nijkamp vraag om een toelichting te geven op de profielschets, proces en inhoud graag. Ook echt proces, hoe het tot stand is gekomen, zou ik zeer op prijs stellen. Ik ga er echt vanuit dat de commissaris van de Koning vervolgens opmerkingen heeft en vragen zal stellen. En die mag iedereen beantwoorden. Dus dat is niet alleen maar aan de heer Nijkamp toegeschreven, maar iedereen mag daar zijn eigen opmerking over maken. En dan uiteindelijk gaan we dingen proberen samen te vatten en te concluderen. Meneer Nijkamp, mag ik u als eerste het woord geven? Dank u wel, voorzitter. Wat een brief van u al niet teweeg kan brengen, want daar is het allemaal wel mee begonnen. Maar we zijn inderdaad aan de slag gegaan. We hebben ingezet op een profielschets waarbij we proberen om een nieuwe burgemeester te selecteren, voor te dragen, met goede kwalificaties en dat bij voorkeur ook tijdig voor elkaar te krijgen. Want het liefst willen we natuurlijk aansluitend op het afscheid van de heer Noten een nieuwe burgemeester zo snel mogelijk geïnstalleerd hebben. Of dat dan naadloos gaat aansluiten, dat zal de tijd leren. Maar dat is wel de inzet om daarna te streven. Wel, uw presidium heeft in ieder geval in de afgelopen periode, dat was toch eigenlijk een relatief korte periode, een aantal stappen gezet. En ik wil graag even die stappen met elkaar ook doornemen. Welke stappen hebben we gezet? Wel, vanaf het begin was eigenlijk ook binnen het presidium helder dat we de inwoners een serieuze stem willen geven in het proces om te komen tot een profielschets. En dat hebben we op verschillende manieren gedaan. In de eerste plaats hebben we een aantal inloopsessies georganiseerd. We hebben de mogelijkheid geboden om telefonisch te reageren naar een bureau toe, wat ons daarin heeft ondersteund. En we hebben de internetsite burgemeesterdalsen.nl geopend. Nou, feit is dat alle kanalen zijn benut. Laat ik het maar zo zeggen. Zelfs nog een vierde kanaal, de post, is er aan toegevoegd. Maar ik moet wel eerlijkheidshalve zeggen dat met name het kanaal van internet wel duidelijk favoriet is geweest. En daar hebben we ook in totaal een kleine 600, iets van 560 meldingen opgehaald. En dat is mooi. Daarnaast nog een enkele mondelingen en schriftelijke aanvulling. Ook de open vragen die gesteld zijn, die zijn, laat ik het maar zeggen, in hoge mate ook ingevuld. Dat heeft ook geleid tot 17 pagina's aan tekst. Boeiende tekst als je daar doorheen leest. Je komt ook in allerlei soorten en maten de opmerkingen en suggesties tegen. Ja, dat is natuurlijk wel de kunst om daar de hoofdlijn uit te halen. Nou, we hebben geprobeerd om dat toch wel degelijk te doen en ook te verwoorden in het profiel. Inhoudelijk is het natuurlijk wel logisch dat met name ook inwoners pleiten voor een zichtbare burgemeester in de kernen en in de gemeenschappen. Betrokken en benaderbaar. En een burgemeester die voor Dalfsen staat. Daarmee vat ik denk ik in notendop dan de inbreng van de inwoners samen. Maar uiteindelijk hebben we natuurlijk een vrij
forse hoeveelheid bijlagen waar het allemaal in teruggelezen is. Een tweede rol voor de burgemeester is natuurlijk voorzitter van raad en college. En daarom hebben we ook expliciet gevraagd om de input van college en secretaris van onze ambtelijke organisatie. Ook daar hebben we nadrukkelijk kennis van genomen en geprobeerd daar de belangrijkste punten in mee te nemen in de profielschets. En natuurlijk heeft de burgemeester ook nog een aantal eigen portefeuilles, openbare orde en veiligheid, integriteit. Maar met name die eerste twee hebben we gebruikt om input vanuit de veiligheidsregio te krijgen. En die hebben we ook verkregen en ook een plek gegeven in het profiel. Dat was de input die we hadden. Vervolgens zijn de zes fractievoorzitters met ondersteuning van onze griffier en een extern bureau aan de slag gegaan. Hebben we de profielschets gemaakt. In eerste instantie een concept en dat is gedeeld ook nog weer met de fracties. Nog op gereageerd hebben we uiteraard kunnen verwerken. En ook een formele ronde bij het college hebben we gehouden. Nou, en dat hele proces heeft dan uiteindelijk geleid tot de profielschets die ja, een buitenkans biedt, zou je kunnen zeggen. Want dat is wel de bedoeling geweest van in de voorbereiding, dat het ook uitnodigend zou moeten zijn voor mensen om daarop te reageren. Dus Dalfsen biedt een buitenkans vonden we ook wel een hele mooie, passende, treffende titel. En we hopen dat dat mensen prikkelt om de rest van het profiel ook te lezen. We vinden hem, denk ik, toch ook wel mooi vormgegeven met een fors aantal foto's. Het geeft wel enige luchtigheid weer. En naast de typering van onze gemeente Dalfsen, daar beginnen we mee. Overigens is dat best een klus als je daar met zes mensen over nadenkt van wat typeert nou onze gemeente Dalfsen. Want je kunt er wel een boekwerk over schrijven, maar de kunst was om dat toch in een paar alinea's samen te vatten. Nou, een kaartje helpt daar altijd bij. Zeker voor mensen die niet in Dalfsen wonen en die toch belangstelling hebben. Dan vervolgens, en dat is misschien wel de kern van de profielschets, hebben we gezegd van nou, welke drie onderdelen, in welke drie domeinen acteert nou primair de nieuwe burgemeester? En toen hebben we gezegd van nou, dat zijn eigenlijk drie domeinen. En één is dat de gemeenschap, de kernen, maar ook het buitengebied van onze gemeente. De tweede is natuurlijk het gemeentehuis, waarin de burgemeester een duidelijke rol heeft. En tenslotte, Dalfsen is een onderdeel van een veel groter geheel. De hele regio, de provincie, je kunt het zelfs nog wat verder brengen, naar landelijk. En er zijn soms mensen die zeggen van nou, je moet niet al te klein denken van Dalfsen, dus dan vooral ruim denken. Maar in ieder geval in het totale verband een plek geven. Dus dat zijn de drie poten waar we op geformuleerd hebben. En wat we gedaan hebben is vervolgens de rol van de beoogde burgemeester daarop getypeerd met een kwalificatie. En als je het dan hebt over onze gemeenschap, onze kernen, hebben we gekozen voor het begrip betrokken verbinder. Want dat past wel heel aardig bij met name ook de input die de burgers hebben gegeven. Als het gaat over de regio, hebben we gezegd van ja, Dalfsen ligt natuurlijk in een bijzondere regio. Een markante regio, een regio Zwolle, daar gebeurt nogal het een en ander. En Dalfsen heeft daar een eigen plek in. En een initiatiefrijke aanjager in de regio is iets wat wij wel zien gebeuren. Omdat er erg veel verbindingen zijn tussen Dalfsen, met haar inwoners en bedrijven, naar de regio om ons heen. En dat gaat alle kanten op. Dat kan naar het oosten gaan, dat gaat over toerisme en dergelijke. Het gaat om economie en kennis als het gaat, dan gaat het met name ook over de westelijke kant. En de derde poot, een dienend leider in het gemeentehuis. Leiden, ja, leider zijn, maar wel dienstbaar aan allen die daar werken en allen die daarin een rol hebben. Dat vonden we wel van belang om dat ook op die manier te benadrukken. Kortom, we zoeken niet een schaap met vijf poten. Maar we hebben wel gemeend om op zijn minst drie poten te benoemen. En dat is ook wel het minste wat je nodig hebt voor wat stabiliteit. Tenminste als je het over een stoel of zoiets hebt. We hebben afgesloten met een pagina waarin allerlei infographics staan.
En daar staat iets in over de raadssamenstelling, daar staat iets in over de collegesamenstelling. Er staat ook heel nadrukkelijk in van wat de belangrijkste boodschappen van onze inwoners waren. Of zijn, moet ik zeggen. En die vindt u daarin kort samengevat. Een mooie manier om feiten weer te geven. Nou, naast deze profielschets hebben we ook nog een informatieset samengesteld. Althans, die is benoemd. En ik denk dat de griffier me inmiddels ook wel feitelijk heeft samengesteld om aan kandidaten wat meer inzicht te geven van wat er allemaal gaande is in onze gemeente. En het is goed, denk ik, om hier vanavond met elkaar het gesprek over te voeren. Dus ik nodig ook van harte uit om daar nog eens even kritisch met ons mee te kijken. Uiteindelijk is het natuurlijk wel de bedoeling om vanavond dit vast te stellen. Want dan kunnen in ieder geval de kandidaten, die ongetwijfeld Dalfsen wel een beetje in de smiezen hebben, kunnen eindelijk hun brief gaan schrijven. Want we hebben eigenlijk best wel hoge verwachtingen. We hebben dat links en rechts eens wat zitten polsen. Ik ga niet zeggen wat de hoogste score was, maar dat belooft wel wat. En één ding, we verwachten van iedereen een brief, behalve van onze voorzitter. Dat hebben we ook al gezegd. Ja, en tegelijkertijd kunnen we hem niet eens uitsluiten. Maar het zou wel, u zou ons wel verrassen, dat is duidelijk. Laatste punt wat ik wil noemen is dat dit traject tot stand is gekomen in een redelijk open proces. Vandaar ook deze publieke behandeling in de Raad. En daarna volgt er een hele andere periode. Dat is er één waarin het proces onder strikte vertrouwelijkheid verder gaat. En daarvoor hebt u ook recent een vertrouwenscommissie benoemd. Nou, we gaan ons best doen als vertrouwenscommissie om dat dan te zijner tijd ook in te vullen. En vooral ook die vertrouwelijkheid te betrachten. Maar goed, daar zullen we vast nog wel verder over spreken. Tot zover de inleiding. Dank u wel. Ja, Nijkamp, dank u wel ook voor deze impliciete uitnodiging naar mijn kant toe om u te verrassen. En zoals u weet doe ik dat heel, heel graag en volgens mij ook bij voortduring. Dat gezegd hebbende zou ik het woord willen geven aan onze commissaris, want u heeft ongetwijfeld opmerkingen aan vragen. Ik geef u graag het woord, commissaris Staal. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, raad, voor de mogelijkheid om in uw midden te zijn. Dat is een belangrijk moment. U zult wellicht zetten, ja, de profielschets is vastgesteld, dus hier is die. En stel de vacature nummer open. Dat zou de snelste manier zijn, maar dat zou de kandidaten geen goed doen. Deze bijeenkomst is vooral ook belegd om natuurlijk voor u formeel de profielschets vast te stellen. Maar ook om voor mij nog een aantal vragen te stellen. Waar ik zelf misschien ook wel het antwoord op weet, maar dat doet er niet toe. Het gaat erom dat kandidaten krijgen een verslag van deze vergadering. Tegenwoordig is dat zelfs een beeldverslag. Dat zal hier wellicht ook het geval zijn. En daar waar een profielschets een soort trechter is, waar u al uw opvattingen, u gaf het zelf ook al even aan, bijeenbrengt. En soms ook hier en daar de verschillen wat bij elkaar brengt om het eens te worden over een tekst, dat is al lang niet makkelijk. Maar dat betekent dat er misschien ook veel kleur verloren gaat die er zit in de verschillende opvattingen in uw raad. Vandaar dat deze bijeenkomst ervoor is bedoeld dat ik met vragen nog weer een beetje de verschillen boven tafel til. Ik zou u willen uitnodigen om dat vooral ook te doen. Het gaat er niet om dat u uw mond houdt en de eenheid bewaart. Daar heeft de kandidaat niks aan, maar daar heeft u ook niks aan. Want hoe beter een kandidaat is voorbereid op het gesprek met uw vertrouwenscommissie, hoe beter u ook de kans krijgt om de goede kandidaat te vinden. Dus ik wil graag een aantal vragen stellen. Een aantal vragen die meer kleur brengen en misschien ook wat verschillen blootleggen die in uw raad leven. Dat is niet erg. Daarna doen we de deken weer toe en gaat de profielschets bij de stukken. Maar dat beeldverslag, nogmaals, dat kan kandidaten belangrijke informatie geven. En dat is zeker zo belangrijk voor u om de goede kandidaat te selecteren. Allereerst graag mijn compliment. Zeker. Dat zeg ik niet zomaar. Ik zie ook wel eens langdradige profielschetsen met ruime, wollige taal.
Maar uw profielschets is, wat u zelf ook zegt, tekst, beelden, mooi compact. U hebt de bewoners betrokken, u hebt anderen betrokken, zoals de veiligheidsregio en nog een aantal, zoals u noemde. En ik bedoel dat als een compliment. In zijn eenvoud is die, vind ik, zeer informatief en zegt ook iets over Dalfsen. Ik stel een aantal vragen. Ik zou het plezierig vinden als u daar in ruime mate ook, wat mij betreft, wat de voorzitter ook al aangaf, ook anderen dan fractievoorzitters of leden van de vertrouwenscommissie op kunnen reageren. U zegt niet zoveel over opgedane ervaring van kandidaten. Het is misschien toch wel belangrijk voor kandidaten om te weten of u denkt aan iemand met bestuurlijke ervaring. Of is affiniteit met de publieke zaak voldoende? Wat mij opviel is dat in de sondering bij de burgers de score als het gaat om waar de burgemeester vandaan moet komen, de score niet zit bij politiek en bestuur, maar bij samenleving en bedrijfsleven. Tenminste, als ik het goed interpreteer. Het is wel aardig om te weten wat u daarvan vindt. Dat zijn immers uw inwoners die dat zeggen. Of zegt u nee, we willen gewoon een ervaren burgemeester of een ervaren bestuurder. Dan de verschillende rollen. Ik zou graag horen wat u nou het belangrijkste aspect vindt van de dubbelrol die een burgemeester heeft als voorzitter van de raad en voorzitter van het college. En als het gaat om de rol van de burgemeester is het ook belangrijk om te weten of u eraan denkt om de burgemeester portefeuilles toe te dichten naast de portefeuilles die hij wettelijk heeft. Er zijn gemeenten waar men daar ver in gaat. Er zijn ook gemeenten waar men zegt, kijk uit, hoe meer je een burgemeester belast met politieke portefeuilles, hoe moeilijker het voor hem wordt om als verbinder, zoals u dat ook noemt, te kunnen opereren. Want als je wil verbinden, dan moet je dat ook in principe zonder rugzakje kunnen doen. Graag zou ik dat horen of u vindt dat hij ook andere portefeuilles moet hebben dan de wettelijke taken. En u geeft zelf, ik dacht ik zelf ook aan, handhaving, openbare orde, integriteit, terecht. Maar vindt u dat daar meer bij komt? En de vraag is welke verwachtingen u hebt van de burgemeester als het gaat om de burgerparticipatie. Die staat op uw agenda. Vindt u dat de burgemeester daar een rol in moet vervullen? Vindt u ook dat de burgemeester, behalve als initiatieven, of weet dat invloed of initiatieven aanjager, noemde u het geloof ik, vindt u ook dat hij een rol moet hebben in het regionaal bestuur? Dat betekent ook dat hij voor een deel buiten Dalfsen is en werkt. En koppelt u daar ook een nieuwe visie aan voor de regionale samenwerking? Want hij moet initiatiefrijk zijn in de regio, maar hebt u daar zelf ook bepaalde ideeën bij waar die initiatieven zich op moeten richten? Een dienend leider die gezaghebbend en daadkrachtig moet zijn, de vraag is waar hij zijn gezag aan ontleent. Ontleent hij dat aan zijn ervaring of aan zijn ambitie? Het moet een ontspannen wijze zijn van leidinggeven, maar hoe ontspannen moet dat zijn als er een crisissituatie is, als er echt problemen zijn? Dicht u hem dan ook bepaalde persoonlijke eigenschappen toe die passen bij die stijl van leidinggeven en ook bij die bestuursstijl? Als het gaat om de bestuurscultuur, zegt u zelf dat Dalfsen goede verhoudingen kent binnen het bestuur. Betekent dat ook goede verhoudingen tussen college en raad? En dat heb ik ook al even genoemd. Waar ziet u in dat opzicht een rol voor de burgemeester? De ambtstermijn van de burgemeester is 6 jaar, zoals u weet. Hebt u verwachtingen als het gaat om de vraag of de nieuwe burgemeester 6 jaar blijft of langer dan 6 jaar? En daaraan gekoppeld ook de vraag, heel veel profielschetsen vragen om een energieke burgemeester. Vaak nog een die
de vacature niet als een eindstation zit. Daar hebt u het gelukkig niet over, zou ik zeggen. Want veel van die gemeenten die dat zeggen, benoemen dan toch een burgemeester die 56 jaar is en heel energiek, maar die dat als zijn laatste baan ziet. Maar hoe kijkt u dat tegenaan? Vindt u allebei goed? Mag het de burgemeester zijn die over 8 jaar weer weggaat, nadat hij hier zijn positieve sporen heeft achtergelaten? Of mag het ook iemand zijn die hier zijn eindstation ziet? Over diversiteit bent u wel de leukste raad. Want dat wat u zegt van diversiteit is alleen een vrouw zou wel leuk zijn. Ik weet niet precies wat u daarmee bedoelt. Gaat dat om de gezelligheid of... Ach... Hebt u het op het oog om, als er gelijke kandidaten zijn, de voorkeur uit te laten gaan naar een vrouw? Of zegt u, ach, als het zo voorbij komt, dan is het ook prima? Ik wijs er nog even op, u zegt dat niet, maar er is natuurlijk een woonplaatsvereiste als het gaat om de burgemeester. En dat is wel een belangrijk aspect om in het achterhoofd te houden. Dat is gewoon een wettelijke eis. Dat hoeft ook niet in de profielschets te staan. Een ambtswoning is er niet, heb ik begrepen. Die zijn bijna overal afgeschaft. Dat zijn zo een aantal vragen die ik graag bij u neerleg. En waarvan ik het in belang van kandidaat goed zou vinden als u daar zo kleurrijk mogelijk op antwoordt. Dank u. Meneer de commissaris, dank u wel. Ik zit even rond te kijken, want er is geen portefeuillehouder aan deze kant. De hele raad is portefeuillehouder in dit verband. Ik nodig ook echt iedereen nadrukkelijk uit om te reageren. En ik zou eigenlijk willen zeggen, meneer Nijkamp, u misschien niet als eerste. U heeft juist net al een heel betoog gehouden. Dus ik kijk even naar anderen die heel nadrukkelijk betrokken zijn geweest. Mevrouw Rameman, u kijkt me aan op een manier... Waarvan ik denk, u wilt wel reageren, misschien op dat laatste punt zelfs, om te beginnen. Een vrouw zou wel leuk zijn wat daar precies mee bedoeld wordt. Ik ben daar namelijk ook nieuwsgierig naar. Daar wil ik inderdaad wel op reageren. We hebben inderdaad gesproken over vrouw en we hebben wel gezegd, het zou inderdaad leuk zijn, maar het gaat wel om de kwaliteit. Dus als de kwaliteit hetzelfde is en het is een man en een vrouw en we zouden er beide mee uit de voeten kunnen, dan gaat onze voorkeur uit naar een vrouw. Omdat we ook al een mannelijk college hebben, hebben we gezegd van nou, dan zou een vrouw inderdaad wel leuk zijn. Dus dat betekent gewoon heel, heel duidelijk bij gelijke geschiktheid de voorkeur voor een vrouw. Oké, maar er zijn nog een aantal vragen, andere vragen gesteld. Ongetwijfeld heeft u nog reacties, mevrouw Rameman, CDA. Sorry, daar begin ik nu wel vooraan. Met betrekking tot de ervaring bestuurlijk. We hebben daarin gezegd van... hoeft niet echt een burgemeester geweest te zijn, mag ook wel iemand uit het bedrijfsleven, als maar wel politiek gevoel heeft en affiniteiten mee heeft en verder de kwaliteiten wel heeft in huis heeft om deze rol goed op te pakken. Dus dat met betrekking tot de ervaring. Ik pak hem even, dus dat betekent dat wat u betreft en zij in Stromer geen enkel probleem is, mits er gewoon voldoende affiniteit is met lokaal bestuur en alles wat ermee samenhangt. Ja. En kijk even rond, is dat breed het geval? En dan hoef ik straks dat allemaal in één keer samen te vatten, commissaris. Dan trek ik gewoon tussentijds conclusies. Zijn Stromer prima? En dan heb ik hier staan de dubbelrol. College en raad. Ja, het gaat wat ons betreft om een verbinder. Die goed voor het college is, daar de mensen in hun kracht zet. Maar ook naar de raad toe... de mensen in hun kracht zet en de rol kunnen pakken en daar een mooie verbinding in maakt tussen de, op dat moment zeg maar, ja, hoe moet ik dat verder toelichten? Ik weet het niet, maar ik ben zo vrij om te veronderstellen dat de commissaris eigenlijk op zoek is naar de spanning tussen aan de ene kant, zeg maar, iemand met een duidelijk politiek profiel en portefeuille, en aan de andere kant een verbinder die zowel de raad als het college bij elkaar moet brengen. Ja. Of je daarover nagedacht heeft, over dat conflict, wat er altijd is, denk ik. De portefeuilleverdeling, daar hebben we het wel over gehad. We hebben gezegd van, zoals net ook al gezegd, de handhaving bij de burgemeester komt te liggen. En verder hebben we gezegd van, als die kwaliteiten meebrengt op een bepaald dossier,
op economie of wat dan ook. En het zou goed zijn, jammer zijn als we dat niet uitnutten. Dan is dat bespreekbaar om te kijken van is dat een rol voor de burgemeester qua portefeuille. Maar daar hebben we gezegd dat gaan we op dat moment bekijken. Op het moment dat we de gesprekken gehad hebben. Anderen misschien op dit punt? Meneer Veldhuis? Ja, daar wil ik nog even iets aan toevoegen. Waar het ons ook om gaat is, als je kijkt naar onderwerpen die heel gevoelig liggen in de samenleving, denk ik ook dat de rol van de burgemeester daar ook heel geschikt voor is. Ik noem even een voorbeeld, vluchtelingencrisis bijvoorbeeld, dat soort zaken. Kan het zijn dat een burgemeester meer het voortouw neemt dan het college, dan de wethouders. Anderen misschien? Dit zijn natuurlijk, dit is een typisch voorbeeld van een zeer politiek geladen punt, laat ik het zo zeggen. Dat kun je niet apolitiek noemen, denk ik. Meneer Raam, bij de handhaving, daar sluit ik me mee aan. Dat zou een grote wens zijn van gemeentebelang om die toch onder te brengen bij de burgemeester. En daarbij wordt zeg maar de wethouder in zijn eigen rol bespaard van allerlei dingen die dus door een burgemeester toch wat makkelijker opgepakt kunnen worden. Nou, het voorbeeld hebben we hier ook gehad, dat bijvoorbeeld het woonwagen kan bij Leeuwardenveld. Nou, dat lijkt mij nou typisch iets, handhaving. En dat zou prima passen wat ons betreft bij de burgemeester. Oké, duidelijk. Misschien even, want anders komt er voor mij verwarring. Handhaving en toezicht zijn twee verschillende dingen. U bedoelt dus hier duidelijk toezicht ook? Ja, toezicht en handhaving, ook handhaving. Dus daadwerkelijk zeg maar ook de knoop een keer door kunnen hangen. Duidelijk. Helder. Anderen nog? Meneer Nijkamp. Wij hebben tot nu toe wel gepleit voor enige terughoudendheid ten aanzien van inhoudelijke portefeuilles. Omdat dat wel het risico van, nou, zeg maar het afbreukrisico wel met zich meebrengt. Daar moet je wel, denk ik als burgemeester, wel keen op zijn. Daar ook niet te veel risico's willen lopen. Wat wel goed kan, en dat heeft ook de afgelopen periode wel aangetoond, dat je ook af en toe een knip kan zetten tussen proces en inhoud. En dat de burgemeester soms prima in staat is om een proces te definiëren van vooral de ingewikkelde dossiers, maar dat hij zich niet over de inhoud uitlaat. En dat zou op zich ook een knip kunnen zijn die je kan toepassen. Dank u wel. Meneer Schrijver, D66. Ja, dank u wel. Er werd al gesproken over een dienende leider, een verbinding. En Dalfsen heeft inderdaad veel om te behouden. Hij zit goed op koers. Maar dat betekent niet dat achteroverleunen voor een burgemeester de uitdaging wordt. Nee, het is juist in een situatie dat het erg goed gaat, de kunst om ook de mogelijke vernieuwingen die verbeteringen opleveren voor de toekomst, om die te zien. En er staat ook ergens letterlijk bij toekomstgericht jong van geest. En dat is ook waar we het over hebben gehad. Het kan iemand zijn zonder bestuurlijke ervaring. Dat zou kunnen. Kan ook met. Maar zonder bestuurlijke ervaring zou wel iemand moeten zijn die duidelijke potentie heeft op dit gebied. Dank u wel. Ik blijf nog even bij dat punt van de rollen. Want ik geloof dat de heer Boeren op dat punt nog wat wilde zeggen. Meneer Boeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Dat klopt. Ik wou me graag aansluiten bij de bijdrage van de ChristenUnie op dit vlak. Dat het wat ons betreft niet de bedoeling is dat er zeer veel inhoudelijke portefeuilles richting de burgemeester gaan. Daar willen we ook echt wel terughoudend in zijn. Goed beargumenteerd. Ik zou er wel eentje uit willen pakken. En dat is misschien een brugje naar de volgende vraag van de commissaris. Maar dat is de burgerparticipatie. Omdat ik het wel, laat ik het even omschrijven, dat ik zie in de omgeving dat er op dit moment een aantal burgemeesters heel erg daar het gezicht in naar de inwoners pakken. En namens het college is toch voor de inwoners vaak de burgemeester het gezicht van het college en sowieso het gezicht van de gemeente, gemeenschap. En is daarmee ook heel goed in staat om op een onafhankelijke manier in gesprek te gaan met inwoners over eventuele bestuurlijke vernieuwingen, noem het allemaal maar op. En daar zien wij wel als fractie heel erg een kans, laat ik het zo formuleren, voor een nieuwe burgemeester om zijn stempel op te drukken. Of haar stempel op te drukken. Dank u wel. U bedankt. Ik pak even het punt van de heer Schrijver, wat eigenlijk bevestigt wat volgens mij door meerdere is gezegd. Het kan een burgemeester zijn en zij kan vanuit verschillende achtergronden tot ons komen.
Dat is niet het punt. Het gaat veel meer om de competenties die hij of zij binnenbrengt dan de ervaring als zodanig in de wereld. Volgens mij hebben we dat punt helder gehad. Ik concludeer ook tussentijds dat als het gaat om de politieke rol van de commissaris, dat daar niet echt eenduidigheid over bestaat op dit moment. Van de burgemeester neem me niet kwalijk, van de commissaris wel. Van de nieuwe burgemeester, dat is nog even zoeken. Hoe dat precies inhoud moet krijgen. De ene kiest wat meer voor een politiek geladen portefeuille op basis mogelijke wijze van kennis en ervaring dan de ander. Wat wel is aangegeven, dus daarmee constateer ik gewoon even dat er op verschillende manieren naar gekeken wordt. En wat wel wordt aangegeven volgens mij is dat een burgemeester wel in staat is, ook op politiek gevoelige dossiers, als het gaat om het proces leiding te nemen. Dat hoor ik de heer Broeren zeggen, als hij het heeft over participatie, want dat is in essentie geen inhoudelijk vraagstuk, maar dat is de vraag, dus echt de vraag van hoe doe ik dat dingen. Hoor ik ook de heer Nijkamp zeggen als hij refereert aan een aantal zaken zoals die in het verleden hebben plaatsgevonden. Dus als het gaat om de inhoud van de portefeuille, zult u nog, denk ik, misschien verder moeten praten, maar ongetwijfeld zal de commissaris daar nog aanvullende vragen over hebben. En als het gaat om de procesrol, mag de burgemeester wel degelijk boegbeeld zijn. Is dat laatste een conclusie die u deelt? Ik kijk even rond. Dat is zo? Oké. Dan heeft de commissaris ook vragen gesteld en dat vind ik ook echt heel interessant. Eerlijk gezegd, dat is naar de rol in het regionaal bestuur. En initiatiefrijk aanjager zijn termen die door u zijn naar voren gebracht. En de commissaris vraagt zich af of dat ook betekent dat u een nieuwe initiatieven die leiden tot een nieuwe positie ook op prijs stelt. Oftewel, bent u daar ook nou op zoek? Dat is eigenlijk de gewetensvraag die de commissaris u stelde volgens mij. U vraagt een initiatiefrijk aanjager, is het dan ook de bedoeling dat zij echt initiatieven gaan ontplooien? Of zegt u nee, dat is nou weer niet de bedoeling? En u zegt natuurlijk dat het wel de bedoeling is, meneer Nijkamp. Ik geef u even het woord als u het goed vindt. Ja, dank u wel. Wat natuurlijk kenmerkend is voor Dalfsen, dat ligt op een hele mooie positie. Wat ik net al zei, in het oosten en het westen, maar uiteraard ook in andere windrichtingen. We zijn met heel veel vezels verbonden aan onze omgeving. Dus dat is één, als het bijvoorbeeld gaat over toerisme, als het gaat over zorg, als het gaat over onderwijs, als het gaat over cultuur, noem maar op. Er zijn erg veel verbindingen naar onze buren toe. En dat mag je best wel wat ruim interpreteren. Dat is één kant. Andere kant is van, Dalfsen heeft een bepaalde grootte. Heeft ook een bepaalde grootte qua ambtelijke organisatie. Dat betekent ook dat je niet alles 100% zelf kan doen en hoeft te doen. En dat je daarin ook samenwerking zoekt met anderen. En dat kan situationeel zijn, afhankelijk van het beleidsonderwerp waar het over gaat. Maar dat er sprake is van verdergaande vormen van samenwerking, dat is denk ik buiten kijf. Om ook de kwetsbaarheid te verkleinen en de kwaliteit te borgen. Dus dat is wat ons betreft wel typisch iets wat ook een mede een rol is voor de nieuwe burgemeester. Om daar ook mede invulling aan te geven. Dus dat naast zeg maar de regionale verbanden die te maken hebben met uiteraard veiligheid en openbare orde. Want dat is buiten kijf. Dank u wel. Meneer Schrijver, D66. Ja, ik gaf het ook al bij de vorige toelichting enigszins aan. De verbinding tussen verleden, heden en toekomst, dat leidt ertoe dat we inderdaad initiatiefrijk erg toejuichen. Het vinden van de kansen die nu misschien nog niet gezien worden. En steeds meer thema's spelen zich ook af buiten de grenzen alleen van Dalfsen. Alleen in Dalfsen zelfs beperkt het zich nooit. Denk aan duurzaamheid, klimaat, maar ook aan criminaliteit, dus veiligheid, et cetera. Dalfsen is weliswaar een veilige gemeente, maar je wil dat ook graag zo houden. Dus het is zaak om op uw tellen te passen. Anderen nog op dit punt? Initiatiefrijk, aanjager, meneer Ramaker, gemeentebelangen. Ja, wij vinden het belangrijk dat de aandacht toch echt gevestigd blijft op Dalfsen. Regionale aanjager, dingen die ertoe doen, dat vinden we belangrijk. En meneer Nijkamp die heeft het keurig verwoord op dat gebied. Maar we vinden wel belangrijk dat Dalfsen zelfstandig blijft. Maar dat hij ook vaak in Dalfsen en in onze gemeente te zien is. En dat iedereen met hem
kan spreken en hoe dat, dat het snel gekoppeld wordt of teruggekoppeld wordt ook weer naar onze raad, dat die dus vindbaar en zoekend met allerlei dingen binnen onze gemeente toch zichtbaar is. Anderen nog op dit punt? Initiatiefrijk, aanjager en de regio. Oké, ik vat hem samen, commissaris. Door meerdere is gezegd, samenwerken is voor onze gemeente een absolute voorwaarde. En de bereidheid daartoe moet in degene zitten van de nieuwe burgemeester. Als hij of zij dat niet wil, dan hebben we een probleem. Maar gelijktijdig geeft de heer Raamaker denk ik aan dat het fundament uiteindelijk gewoon de gemeente Dalfsen moet zijn. En dat hij daar herkenbaar, dat zij daar herkenbaar en aanwezig moet zijn voor zover dat mogelijk is. Maar ik denk meneer Raamaker dat ik hem zo goed samenvat, samenwerken moet. Maar wel vanuit de gemeente startend. Dan is het punt wat ik ook buitengewoon interessant vind, dat is het punt van het dienend leiderschap. Dat is iets waar je, denk ik, als je het woord hoort, nauwelijks op tegen kunt zijn. Maar daar zitten misschien toch een paar lastige aspecten aan. Ik denk dat de commissaris dat naar voren heeft gebracht. Want uiteindelijk wilt u ook een burgemeester met gezag en autoriteit. Dat is iets anders dan autoritair, maar wel met autoriteit en gezag. En of zegt u dat hoeft niet, als hij maar dienend is. Dat is voldoende. Dat is een beetje de vraag, denk ik. Wie van u wil daar wat over zeggen? Mevrouw Hamerman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Zeker moet de burgemeester gezag uitstralen. Maar we hebben gezegd, dienend, het moet mensen in de kracht zetten. Dus het college in de kracht zetten, de raad in de kracht zetten. Maar wel op momenten dat het nodig is, er staan en zijn taak goed kunnen uitvoeren. Dus ook goed aanwezig zijn en daadkrachtig zijn. Aanwezig en daadkrachtig. Maar in essentie moet je erop gericht zijn om anderen hun werk te laten doen en in hun kracht te zetten. Zo vat ik u samen. Meneer Boeren, Partij van Aarde. Ja, ik kan me daar grotendeels bij aansluiten. En voor ons houdt dat in, inderdaad, en dat is net ook al, dat woord is net al ook al even gevallen, dat de burgemeester zich dienend aan het proces kan opstellen en ook richtinggevend in dat proces. En ook af en toe, en dat is denk ik ook waar de vraag ligt, kan bepalen, besluiten, CQ aansturen wanneer of waarover een besluit genomen dient te worden. Ik denk dat dat ook wel iets is wat we nadrukkelijk mee willen geven. Dus uiteindelijk moet hij zorgen voor ordentelijke besluitvorming. En dat betekent dat hij niet om de hete brei kan blijven draaien. Aan het eind van de dag moeten de vingertjes omhoog. Bent u voor of bent u tegen? Zo vat ik uw inbreng samen, meneer Boeren. Anderen nog op dit punt? Dienend leiderschap betekent zeker niet, zo concludeer ik, dat iemand niet zijn autoriteit mag gebruiken of haar gezag mag doen gelden. Het betekent alleen maar dat hij of zij erop gericht moet zijn om anderen te respecteren, serieus te nemen en hun talenten zoveel mogelijk te laten bloeien. En zonder dat dat besluitvorming in de weg staat. Sterker nog, op een zodanige wijze dat dat besluitvorming bevordert. Op dit punt nog, meneer Veldhuis. Ja, heel kort zou ik heel kort graag voor willen doen hoe dat dan werkt. Nee, het moet inderdaad de burgemeester moet iemand zijn die de staat op het moment dat het echt nodig is. En in het gemeentehuis en ook eromheen mensgericht leiderschap. Dat is hetgeen waar ik op zoek ben. Dank u wel. U heeft het misschien wel even goed samengevat als ik heb geprobeerd te doen. Dan kom ik bij het begrip van ontspannen leiderschap. En ook hier wordt door de commissaris als het ware een paradox geformuleerd, of in ieder geval op zijn minst een mogelijke tegenstelling. Namelijk, hoe doe je dat in termen van crisis? Wil je dan nog steeds een ontspannen burgemeester of verwacht je dan ook een daadkrachtige burgemeester die u informeert op het moment dat dat aan de orde is, maar wel op een zodanige wijze dat u hem of haar zo weinig mogelijk tot last zult zijn. Dat is in feite de vraag die hier aan de orde is. Dus misschien dat u daar ook op wil reflecteren, op dat conflict, op die spanning. Meneer Nijkamp, ik zie u popelen. Ja, laten we zo zeggen, als we het hebben over crisis, dan zien we dat toch min of meer als een uitzondering. Dus dat betekent ook dat niet de primaire stijl moet zijn om alleen maar knopen door te hakken en superslagvaardig te zijn. Maar vooral die stijl die we net hebben getypeerd. Maar het is nou één keer gegeven dat er ook minder fijne dingen kunnen gebeuren in de gemeente.
En dan moeten we wel een burgemeester hebben die ervoor staat dat de dingen ook snel en adequaat gebeuren. Zowel in de operatie, maar ook in de communicatie naar buiten toe. Dat we wel iemand hebben die dan ook wel een pers te woord kan staan. Waarbij van tevoren niet alles is doorgekoud, maar op dat moment adequaat kan reageren. Dat is wel een uitdaging. Dat is een uitdaging, zegt u. Ik kijk even rond. Ander misschien op dit punt nog. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Nou, we hebben een crisissituatie meegemaakt en dan zou ik toch eigenlijk willen zeggen, het voorbeeld noten was goed. Dat vind ik fijn dat u dat zegt. Ik zelf vond het wel voor verbetering vatbaar, maar goed, het is wel de situatie waarin u aangeeft waarin je moet acteren en waarin je ook niet in staat bent om mensen te informeren op de manier zoals je zou willen, omdat gewoon de tijd en de druk dat niet toelaat. Het gaat hier om het treinongeluk wat heeft plaatsgevonden, meneer de commissaris. Tot zover ontspannen leiderschap versus crisis en eigenlijk vat ik gewoon samen. In die uitzonderlijke situatie moet ook uitzonderlijk gedrag vertoond kunnen worden. Maar dat is niet het uitgangspunt. Het uitgangspunt is al die andere dagen dat er gelukkig geen sprake is van een crisis. De commissaris heeft gevraagd naar hoe u de verhouding ziet als voorzitter van het college en voorzitter van de raad. Heeft u daar specifiek over nagedacht? Ziet u daar een spanning in zitten? Ik kijk even rond. Wie van u zou daar iets over willen zeggen? Is het een onderwerp wat bij u aanslaat op dit moment? Of zegt u het speelt eigenlijk niet bij ons? Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Nou, voorzitter, ik wil er wel iets over zetten in de zin dat die spanning er altijd is. Want het is misschien een weeffoutje in ons systeem, dat weet ik niet. Dat wil ik niet over oordelen hier, maar een burgemeester is zowel voorzitter van het college. Ik zeg maar even dinsdagochtend. En op de maandagavond voorzitter van de raad. En daar zit evident een spanning in. Ik weet alleen niet of wij dat in ons profiel kunnen oplossen. Maar dat is iets waar je mee moet kunnen dealen als burgemeester. Kijk rond, dat vindt u allemaal. Het is gewoon een fact of life. En dit is een kerncompetentie voor een nieuwe burgemeester om daarmee om te kunnen gaan. Meneer Schrijver, D66. Ja, het heeft ook iets te maken met het voorgaande thema. De ontspannen stijl van leiding geven, maar ook bij een crisis er staan. En misschien is het beste samen te vatten met in feite altijd een positie bewaren van innerlijke rust en objectiviteit. Ja, ja, dat lijkt me een hele mooie uitdaging. Ik zeg is altijd toch geen verwijzing naar de vorige burgemeester? Nee. Meneer de commissaris, ik zeg altijd maar als het maar rustig lijkt. Weet je, dan zijn we al een heel eind. En dan bundel ik even een aantal vragen die van een iets andere orde zijn. Die hebben misschien iets minder te maken met de inhoud en wat u verwacht. Maar even heel praktisch. Hoe lang moet die blijven? Heeft u daarover nagedacht of zegt u dat maakt ons helemaal niet zoveel uit? Dat zegt ook iets over leeftijd, dat zegt ook iets over diversiteit. Zou ik het leuk vinden om dat woord maar eens een keer te gebruiken als een jong iemand is, die een jonge vrouw is die na 6 jaar zegt het was top en ik ga verder. Zegt u dat is prima, hoe zit u daarin? Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, voorzitter. Nou, daar hebben we een aantal dingen over gezegd, inderdaad, of in ieder geval met elkaar besproken. En wij hebben uitdrukkelijk gemeend zeggen dat het om talent gaat. En om kwaliteit. En dat het ons erg leuk lijkt, inderdaad, zoals in de woorden van de commissaris, dat het uitdrukkelijk niet iemand is die aan het einde van haar station of van haar treinreis is, maar dat het iemand is die dit ook, en dat bedoelen we echt positief, en dat bedoelen we inderdaad ook niet in de zin van, we zouden het graag zien dat een burgemeester hier 2 jaar zit en daarna zegt van, nou, ik kan nu staatssecretaris worden, ik zeg maar even iets. Dat is de andere uiterste. Maar we hebben wel gezegd, de gemeente Dalfsen kan ook gewoon een heel mooie stap zijn om die ervaring in het openbaar bestuur op te doen. Laat ik hem dan even zo formuleren. En dat betekent dus dat we uitdrukkelijk mensen uitnodigen die niet die ervaring specifiek in dat openbaar bestuur hebben. En die misschien wat eerder in zijn of haar carrièrepad zitten. Die zouden wij hier graag zien. Omdat dit een klus is waar je ook die ervaring op kan doen. Want het is een interessante, dynamische gemeente wat ons betreft. Met genoeg opgaven. Ja, dat is hoe wij er volgens mij over gesproken hebben, over dit onderdeel. Mevrouw Gamerman, CDA, ik zou u instemmend knikken. Ja, dat klopt.
Maar wat aan het begin wel gezegd werd, en dat is wel heel belangrijk, denk die bagage moet er wel zijn. Dus de competenties, de ervaring moet er wel zijn op een bepaald gebied dat we zeggen van nou, daar durven wij wel aan. Het is wel heel mooi dat u het woord daar durven wij wel aan gebruikt. Dus dat betekent dus dat u zegt dat u wat dat betreft ook wel een avontuurlijke situatie aan wil gaan. U kiest niet voor de veilige en misschien dan ook iets wat saaie kandidaat. U kiest wel voor de spannende kandidaat. Dat zijn allemaal rare woorden die ik gebruik, maar het zijn gevoelswoorden. Maar ik zie u allemaal ja knikken, dus dan klopt dat gewoon. En meneer Schrijver, D66. Ja, er schiet mij een vergelijking te binnen die we volgens mij ook besproken hebben om duidelijk te maken wat we ongeveer bedoelen. En dat is de Dalsen die buitenkant meer biedt als een soort kweekvijver dan als een springplank. Een kweekvijver blijf je toch wel iets langer in, op een springplank ben je zo weer weg. Oké, u kiest een kweekvijver. Ik kan u zeggen dat het een plek is waar je ook op je 54ste nog verrekte veel kunt leren. Echt waar, dat geldt in ieder geval voor mij. Ik kijk nog even rond. Anderen nog op dit punt? Meneer Nijkamp, Christine? Ja, er was ook een vraag over de termijn van 6 jaar. Ik zou willen zeggen van nou, het zou me tegenvallen als hij of zij al binnen die 6 jaar weer zou vertrekken. Ik moet het nooit uitsluiten, maar dat zou ik wel jammer vinden dan. Maar het hoeft ook niet voor een derde termijn. Oké, prima. Meneer Raamaker, u nog op dit punt? En daar sluit ik mij helemaal mee aan. Dus 1 periode zeker? 1 periode is, daar zou je wel van op aan moeten kunnen. Dat zou je met elkaar moeten kunnen afspreken. Als ik dit samenvat, meneer de commissaris, dan versta ik de raad eigenlijk heel duidelijk. Ze is niet bang voor een avontuur. Ze wil wel een kandidaat die echt kiest voor Dalsen. Dat is iets anders dan een passant. En die zich hier verder wil ontwikkelen. Maar eigenlijk ook iemand waarvan de gemeenteraad zegt, als zij vervolgens een nieuwe mooie stap zou zetten naar een grotere gemeente of elders, dan zouden wij dat fantastisch vinden, want dan hebben wij als raad en als gemeente daar een bijdrage aan kunnen leveren. En dan hebben we elkaar gedurende een mooie periode mooi kunnen versterken. Dat is wat ik de raad hoor zeggen. Dus we hadden het er al eerder over. Het mag best een zij- en stromer zijn. Het mag best iemand zijn, wel met ervaring die relevant is, maar het hoeft niet per se in het lokaal bestuur te zijn. Het hoeft geen burgemeester te zijn of een wethouder, laat ik het zomaar eens een keer zeggen. De raad wil haar of hem wel graag enige tijd bij zich houden, maar weet dat omdat zij zoveel talent heeft, het onmogelijk is om haar vast te houden. Dat is een feite. Zoals ik de raad versta. Ik zie iedereen instemmend knikken voor de mogelijke kandidaten die straks zeg maar, gaan reflecteren. Die moeten afgaan op mijn woorden. Maar ik kijk nu in het scherm, maar ze knikken echt instemmend. Dus dit is wel echt oprecht gemeend, denk ik. Commissaris, ik heb geprobeerd om tussentijds conclusies te trekken. Omdat ik dacht, ik ga het niet trekken. Dat gaat me niet lukken om dat aan het eind te doen. Ik geef u graag wederom het woord. Ja, dank u zeer, meneer de voorzitter. Ja, dank aan de raadsleden voor de inkleuring van de profielschets. Dat heeft echt geholpen, wat zeker ook geholpen heeft. Burgemeester, is uw samenvattingen tussendoor. Ik heb ook niet veel nadere vragen. Ik wil nog wel een paar dingen even benoemen. Dat van die eigen portefeuilles blijft lastig. Ik zie ook dat u daarmee worstelt. Moet je wel, moet je niet. Wat misschien wel een belangrijk idee is om zich te beseffen is het feit dat een burgemeester eigenlijk niet betrokken zou moeten worden in de dagdagelijkse politiek. Daar is hij veel eer een procesbegeleider. Ik dacht dat de heer Broeren van de Partij van de Arbeid ook doelde als het gaat om het toewerken naar besluitvorming op een zodanige manier dat men zich daarin kan vinden. He, dat zit ook nadrukkelijk in het voorzitterschap opgesloten. Zorgen dat er besluitvorming komt die gedragen wordt. En dat is iets anders dan je bemoeien met de inhoud. Dus iedereen is het wel over eens in het land ook. En dat hoor ik ook van u in de dagelijkse politiek. Moet je de burgemeester geen portefeuilles geven. Er is een soort van politiek. En het is ook even benoemd, de vluchtelingenkwestie bijvoorbeeld. Dat is hyperpolitiek, zou ik haast zeggen. Daar verschil je wellicht
niet alleen als fracties over van mening, maar zelfs binnen fracties kun je er anders over denken. En als het gaat om die hyperpolitiek, ja, dan heb je in de burgemeester toch altijd wel een neutrale persoon. Althans, die zich neutraal kan opstellen, heeft ook wel eigen opvattingen. Maar die daar dan ook een belangrijke rol in kan spelen en dingen bij elkaar kan brengen. Dan praat je dus echt over hyperpolitiek. We hebben de afgelopen jaren ook gezien dat burgemeesters daar een belangrijke rol in spelen. En als het gaat om de wettelijke portefeuilles, ja, die liggen vast. Daarbij zie je ook steeds vaker dat handhaving daar ook wel bij hoort. Ook begrijpelijk, omdat de burgemeester zit ook in de driehoek met politiechef en officier justitie. En daar is handhaving ook iets wat op de agenda staat. Dat is heel iets anders dan toezicht. Uw voorzitter memoreerde dat al even. Dat is overal een belangrijk discussiepunt hoor. Hier proef ik het ook. Toezicht is echt iets dagdagelijks politiek. Je geeft een vergunning. Of je er toezicht op uit of niet. En als je er dan toezicht op uitoefent en je vindt dat het vatbaar is voor handhaving, dan moet je bij die burgemeester zijn. Dus in die zin denk ik dat ook hier de opvattingen zo leven en is het belangrijk om dat te constateren. En is het ook zeker belangrijk om die discussie met zo'n nieuwe burgemeester aan te gaan. Beperken tot handhaving, tot wettelijke taken en hyperpolitiek. Dat beluister ik een beetje uit uw woorden, waar natuurlijk ook best nuances in zitten. Mag ik afleiden uit wat u zegt over de regionale samenwerking, dat u ook geen moeite hebt als de burgemeester daar een rol in vervult, een vicevoorzitterschap of portefeuillehouder of wat dan ook. Wil je initiatiefrijk zijn, dan moet je ook met je vingers aan het stuur zitten. Anders ga je nooit een keer links of rechts af. Wat een belangrijke notie was, ik dacht dat de heer Nijkamp dat zei, het komt aan op samenwerken. Als het gaat om de relaties met andere gemeenten, als het gaat om de beperkte omvang van de ambtelijke organisatie. En in dat samenwerkingspatroon, daar dicht u uw burgemeester ook een belangrijke rol toe. Ja, verder, wat ik niet vaker heb gehoord is dat het dubbelvoorzitterschap een weeffoutje is. Dat lijkt zo. Het weeffoutje zou het dualisme kunnen zijn, maar niet het dubbele voorzitterschap. Maar dat is een persoonlijke opmerking. In een gemeente als hier met een bestuurlijke raad heb je daar geen last van. Dus dat komt prima voor elkaar met een dualisme. Maar een weeffoutje is het zeker niet. Het is gewoon het principe van onze staatsrechtelijke inrichting. Wij zijn een gedecentraliseerde eenheidsstaat. En die burgemeester, die benoemde burgemeester, dat is het stukje rijk wat in uw midden zit. En daar zit die belangrijke taak aan. Maar dat dubbelvoorzitterschap is er vooral ook op bedoeld om in beide gremia dat besluitvormingsproces goed te sturen. En ervoor te zorgen dat u de as bent tussen die twee gremia. En dat laatste is zeker met de komst van het dualisme een hele belangrijke geworden. De as tussen beide gremia, de raad en het college. Goed dat u ervarenheid en talent beide noemt. Ervaring kan een goede opstap zijn om hier burgemeester te worden, maar talent kan dat ook zijn. U geeft beide mogelijkheden aan. Onervaren en talent is iets wat zo kan passen. En ervaren, wat vaak meer zekerheid schept, zou ook passen. Ik proef ook wel dat u, dat hoor ik de meeste wel zeggen, het zou mooi zijn als die hier een poos zit en dan misschien weer iets anders. Ik kan u voorspellen dat beide soorten kandidaten erin zitten. Er zullen kandidaten zijn die zeggen, jarenlang ergens wethouder geweest, Dalfsen. Daar heb ik nou al die tijd op zitten wachten. Er zullen er ook zijn die zeggen, ik wil heel graag een carrière maken als burgemeester en Dalfsen vind ik een mooie tussenstap. Beide kandidaten zullen u zijn. Als u openstaat voor de persoon van de kandidaat, dan komt het er echt vanzelf uit. En als u achterom kijkt nadat u de burgemeester hebt gekozen, dan zullen er meer elementen uit de profielschets en ook uit deze discussie zijn dat u zegt, die zijn toch wat ondergesneeuwd geraakt omdat we de voorkeur uitspraken voor deze kandidaat. Dank voor de manier waarop u dit hebt ingekleurd. Ik weet niet of er mij op dit punt nog
vragen zijn. Ik heb nog wel iets te zeggen over de procedure. Zijn er tot zover nog vragen op dit punt richting de commissaris? Die zijn er niet. Dan de procedure, graag, meneer de commissaris. Ja, ik denk dat het belangrijk is om ook, ik spreek zometeen de vertrouwenscommissie nog even, maar ook in uw midden nog even aan te geven wat er verder gaat gebeuren. Na deze vaststelling van de profielschets zal de vacature worden opengesteld per 21 juni. Dat betekent dat er, ik geloof drie weken? Drie weken staat de vacature open. Dat is nog mooi voor de vakantie. De sollicitatiebrieven komen bij mij. Ik heb de procedure voor alle zekerheid ook, dat zeg ik even bij, afgestemd met de heer Heidema, die commissaris zal worden. Er is nog wel eens verschil in benadering, maar ik heb even afgestemd of dat wat ik dacht altijd te doen ook zijn voorkeur heeft, en dat heeft het. Dat zit hem namelijk in de vraag welke kandidaten bespreek je wel of niet met de vertrouwenscommissie. De commissaris namelijk kijkt naar de stapel sollicitanten, haalt daar de geschikte, naar zijn mening geschikte sollicitanten uit, voert met een aantal wel niet gesprekken, sommige kent hij misschien wel, en die zal dan 6, 7, 8 meest geschikte kandidaten daaruit halen en aan de vertrouwenscommissie voorleggen. En daar zit vaak een verschil. Sommige commissarissen volstaan daarmee. Mijn gewoonte was altijd in het Utrechtse, en heb ik tot nu toe hier ook gedaan, mijn gewoonte is om de vertrouwenscommissie alle dossiers te laten zien. De vertrouwenscommissie krijgt alle sollicitatiebrieven te zien, alle cv's. Maar ik, in dit geval zal de heer Heidema dat doen in dit stadium. De heer Heidema zal ook daarbij aangeven welke kandidaten hij geschikt acht om ontvangen te worden door de vertrouwenscommissie. Dat kan best opleveren dat de vertrouwenscommissie zegt, nou, u hebt niet ertussen zitten, maar toevallig, om wat voor reden dan ook, kan dat niet. Hè? Wellicht met een persoonlijke kwestie hier uit uw raad. Dus die willen we niet ontvangen. Het kan ook zijn dat de vertrouwenscommissie zegt, nou, ik vind het toch wel heel erg jammer dat u die en die niet heeft doorgestuurd. De commissaris zal daar de raad of de vertrouwenscommissie in volgen. Weliswaar ook een grens. Als de vertrouwenscommissie wil zeggen, we willen ze allemaal spreken, dan zult u de commissaris tegenover u vinden. Waarom? Omdat dat de selectie van een goede kandidaat belemmert. Als u als vertrouwenscommissie 21 kandidaten wil spreken, dan komt u er echt niet uit. Je kunt pas goed selecteren als je een stuk of 6, 7 vergelijkbare kandidaten hebt. Maar die ruimte zal er dus zijn. De vertrouwenscommissie moet met 2 kandidaten komen en moet daar een rangorde in aanbrengen, nummer 1 en nummer 2. Die 2 kandidaten worden voorgelegd aan de voltallige raad, in die volgorde. En in de vertrouwenscommissie is het one man, one vote, en in de raad is het gewogen stemming. Het is een advies van de vertrouwenscommissie om die nummer 1 ook nummer 1 op de aanbeveling te zetten. Dat kan door de gewogen stemming nog wel eens weer veranderen, dat nummer 2 het wordt. Dat hangt natuurlijk erg vanaf hoe dicht die bij elkaar liggen. In elk geval is het zo, het blijft beperkt tot die 2. Sterker nog, als nummer 1 onder de tram komt, wij noemen dat het lijn 13 scenario, dan wordt nummer 2 het. Mocht nummer 1 pas op zijn eerste werkdag onder de tram komen, dan wordt nummer 2 niet meer. Dan wordt de vacature opnieuw opgesteld. Maar mocht er tussentijds iets gebeuren, dan is nummer 2 de burgemeester, de nieuwe burgemeester. Dat is de procedure. Wat ongelooflijk belangrijk is, is dat op het geheel van deze gang van zaken geheimhouding rust. Op alle kandidaten die u kent. Ook al hebben ze u zelf verteld dat ze gesolliciteerd hebben, dan nog kunt u de naam niet noemen. Dat is nog wel eens een misvatting. Iemand zegt, ja, geheimhouding, hij heeft het mezelf verteld. Ja, maar u mag de naam niet aan een ander vertellen. Dat is de geheimhouding. En de geheimhouding geldt ook de nummer 2. Als de nummer 1 het wordt, zal niet bekend worden wie nummer 2 was. Wat ook onder de geheimhouding valt, is de uitslag van de stemming.
Je kunt niet na afloop zeggen, hij is unaniem gekozen. Je kunt ook niet zeggen met hoeveel voor, hoeveel tegen. Ook de verhouding in de uitslag moet geheim zijn. Dat is natuurlijk ter bescherming van de komende burgemeester. Als de buitenwacht weet dat hij met een nipte meerderheid is gekozen, dan heeft hij niet zo'n fijne start. Hij moet zich dan al waarmaken in de raad. Als dat dan ook nog moet in de buitenwereld, dat is iets te veel gevraagd. Heel belangrijk, geheimhouding. Als die op een zodanig manier geschonden wordt dat er echt belangen geschaad worden, dan zal de commissaris de procedure stilleggen. En dat kan zelfs in uiterste gevallen leiden tot een benoeming door de minister naar zijn keuze. Daar is het nog nooit ergens van gekomen. Altijd is er dan wel weer een uitweg om de procedure weer te starten. Ik kijk even naar rechts. Volgens mij heb ik alles, laat ik het anders zeggen, volgens de kabinetschef heb ik alles gezegd. Zijn hier vragen over, als ik dat zo mag vragen, meneer de voorzitter? Ja, kijk even rond. Zijn er op dit punt nog vragen? Meneer Veldhuis, VVD. Nee, ik heb even een vraag over het hypothetisch geval dat er geen 7 of 8 kandidaten te vinden zouden zijn. Wordt dan de procedure opnieuw in werking gezet, als er bijvoorbeeld, noem maar wat, 3 of 4 zijn? Zit daar zeg maar een minimum aan vast? Nee, er zit geen minimum vast. Waar de commissaris naar zal kijken is dat hij niet 7 kandidaten van dezelfde kleur doorstuurt. Dat is de schakering die hij zoekt. In die 7, als kan mannen en vrouwen, als kan vergelijkbare ervaring. Hè? Of heel weinig ervaring, een hoop talent of een gedegen ervaring. Dat mag je ook vergelijken. Als de commissaris denkt dat die 3 kandidaten die u noemt geschikt zijn, dan gaat de procedure gewoon door. Hij gaat zelfs door als er maar 2 kandidaten zijn. Als de commissaris tenminste vindt dat ze geschikt zijn en dat u de keuzemogelijkheid hebt uit 2. Pas als de commissaris denkt, ja, hier zit geen geschikte kandidaat tussen, dan treedt hij zeker in overleg met de vertrouwenscommissie, bespreekt het met de vertrouwenscommissie, zal ook de kandidaten noemen bij de vertrouwenscommissie en zal in volstrekte openheid met de vertrouwenscommissie tot de conclusie komen omdat de vacature nog een keer wordt opengesteld. En het was inderdaad een volstrekt hypothetisch geval, denk ik. Ik kan me niet voorstellen. Er gaan zoveel mensen solliciteren op Dalfsen. Dat is namelijk een buitenkans. Ik kijk nog even verder rond. Nog andere vragen, opmerkingen naar aanleiding van hetgeen dat de commissaris gezegd heeft? Dat is niet zo. Mag ik dan gewoon naar de besluitvorming? Want u moet ook echt die profielschets vaststellen. Mag die in beeld? Dus agenda punt 12. Profielschets burgemeester Dalfsen 2018. Het voorstel is om de profielschets burgemeester Dalfsen 2018 vast te stellen. Wie van u gaat daarmee akkoord? En dat doet u allemaal, dus met algemene stemmen. En dan voordat ik overga tot de schorsing wil ik u bedanken voor de wijze waarop u deze discussie heeft gevoerd. Meneer de commissaris, dank u wel voor uw aanwezigheid. Het lijkt mij altijd heel erg goed op dit soort momenten waarop u als het ware uw vragen en eisen heeft geformuleerd met betrekking tot de komende burgemeester. Om u nog even erop te wijzen dat ook als hij heel veel talent heeft en als zij ook heel veel ervaring heeft en zij ook buitengewoon veel competenties is, heeft ze uiteindelijk alleen maar kan slagen omdat u haar daartoe in staat stelt. Dus ik vraag niet alleen maar een talentvolle, ervaren burgemeester straks, maar ik verwacht ook een raad die gewoon zijn uiterste best gaat doen om ervoor te zorgen dat uw nieuwe burgemeester een succes wordt. Ik ben dankbaar voor het college wat er toen op tijd zat en voor de raad die er toen op tijd zat en die mij die kansen gegeven heeft. En dat gezegd hebbende, schors ik de vergadering tot komende donderdag om 7:30.